Michel Blom, directeur-generaal van Rijkswettersteed, maakte de opschaling van de middenaar oerlis van de Wetterbeheerscommissie bekend. In deze commissie zitten een jonker Rijkswettersteed, de wetterskippen, de wetterleidingbedrijven en de provinciebesturen. Tot nu toe was landelijk sprake van een dreigend watertekort. En sinds vandaag is in heel Nederland sprake van een feitelijk watertekort. En dat betekent dat de vraag naar water groter is dan het aanbod aan water. Burgers hoeven vreest nog net benauwd te wijzen dat de kraan het niet meer docht. Een tekort aan drinkwater is niet aan de orde. De kraan blijft aan. Ik hoop wel dat u hem af en toe uitzet. Grote vraag is nou wat de opschaling budget voor het wetterbeleid in Friesland. Zo'n vrienden weken geldt in Friesland al een totaal beruiningsverbod voor gasloon. Bouwboeren mogen nog wel beruinen, maar alleen nog naks. Bij het wetterschip Friesland in Leeuwarden werd er al de hele middag op praat, maar de verwachting is dat er net volle verorie zal.